Lorca van de Putten, je bent nu een drietal maanden in Zweden. Hoe valt het allemaal mee? Heel goed eigenlijk. Ja, het is echt een heel leuke ploeg en zo. En ze hebben mij heel goed opgevangen. En ja, ik weet niet, het gaat hier echt heel goed. En ook op voetballend gebied en zo heb ik direct mijn basisplaats kunnen veroveren. Dus ja, super eigenlijk op dit moment. Is dit voor jou de Zweedse competitie spelen, het Euro, het EK in feite? Maar jij krijgt alle topspelers in feite als tegenstander en je hebt er een paar die in je ploeg spelen. Ja, dat is echt wel leuk. Zeker als verdediger is het echt wel leuk om tegen echt topspitsen te spelen. Ja. En daar word ik alleen maar beter van, dus dat is echt super. Ja. Ja. Hoe heb je het EK zelf beleefd? Want jullie bleven trainen tijdens dat EK? Ja, in het begin hadden we wel even een rustpauze. Dus, maar daarna zijn we terug beginnen trainen. Maar ik ben wel naar een aantal wedstrijden geweest. Daar heb ik alle groepswedstrijden van IJsland gezien. De ploeg die zich plaatste ook? Ja. En ik heb dus ook Noorwegen aan het werk gezien, ja. Dus, en Nederland, dus ja. Dus je bent voorbereid op de kwalificatie voor Canada. Ja. Vandaag, je moet met Christianstad tegen Tirissen, de leider, spelen. Oorspronkelijk was het in feite tegen Marta, maar die valt dan uit op de training. Maakt dat een verschil, dat die dan meedoet of niet meedoet? Nee, op zich ja. Ze hebben nog andere topspitsen zoals Press en Van de Ven en zo. Dus ja, op zich maakt dat niet zoveel uit. Ze hebben gewoon een heel goede collectieve ploeg. Ja. Dus, ja. Het was in het begin ook een beetje België-Nederland, want je stond tegen Kirsten van der Ven. Ja, klopt. Ja, die ken ik nu al goed eigenlijk, van de vorige wedstrijd ook. En voel je dat dan in de match, speelt dat? Of, Ik moet zeggen, ik sta wel graag tegen haar. Dus, ja. Dus tegen België-Nederland, dat mag ook zo zijn. Tegen mij staan, ja. En voor Christianstad, jullie staan achtste denk ik nu. Wat is het doel? Want dit is de eerste wedstrijd van de terugronde. Ja, ik moet zeggen dat we niet echt geplaatst staan voor hetgeen wat we eigenlijk wel kunnen. Dus we moeten toch wel veel hoger kunnen eindigen. Ja, want vandaag had je ook beter verdiend. Ja, zeker. Ja, het was wel teleurstellend eigenlijk als je 2-1 voor staat en dan nog verliest. Ja. Dus ja. Is Tirissen de beste ploeg of is Malmö de beste? Want die spelen tegen elkaar volgende week. Ja, moeilijk te zeggen eigenlijk. Ja, Malmö is natuurlijk ook een heel sterke ploeg. Ja. Ik denk dat ze een beetje aan elkaar gewaagd zijn, dus ja, ik weet het niet goed. Ja. Wat vond je zelf van TK? Heb je de finale gezien onder andere? Want de finale was Duitsland-Noorwegen. Ja, ik heb de TK, de finale gezien op televisie. Ja. Was dat ook voor jou de finale of had je liever Zweden-Frankrijk gezien? Ik had liever Zweden gezien in de finale. Ja? Ja, toch wel fan van Zweden. Ja. Ja, ook omdat ze het enthousiasme dat ze opgewekt hebben tijdens dat toernooi. Ja, super veel supporters ook. En ik vond voetballend dat ze ook wel heel sterk waren. Alleen konden ze het gewoon niet afmaken. In de 16 was het wat minder. Dus ik vond dat ze wel in de finale moesten staan. Ja. En voel je dat ook hier in Christianstad? Dat dat enorm leefde? Of, ja, ook omdat we 2 internationals hebben bij Zweden. Dat voel je toch dat hier wel leeft. Dus, ja. Je speelt in principe nog tot eind oktober zeker? Hier in Zweden? Ja, klopt. En wat volgt er dan? Dus dan ga je in principe terugkomen of denk je van dit is in feite hetgeen wat ik wil doen? Ja, daar heb ik nog niet echt zoveel over nagedacht, maar op zich, ik zit hier wel goed en zo en ik ben blij met de club. Dus ik denk wel dat ik misschien wel zal blijven, maar het is nog niet zeker met mijn studies, dus ik studeer nog in Gent. Ja. Dus ik moet mijn studies nog afmaken, dus ik moet nog even bekijken hoe het zit. Ja, en hoe kun je het vergelijken met, je hebt ook bij Twente gespeeld, kampioen en beker daar gewonnen, hoe kun je dat daarmee vergelijken? Is dat een hoger niveau, een sterker niveau? Of ja, het is anders eigenlijk, moet ik zeggen. Hier is het wel veel fysieker en zo. Ja. Dus dat is wel, in Nederland was het meer technischer en zo. En hier is het ook wel veel meer fysieker. Dus dat komt er ook wel bij kijken. En ook op training dan? Of? Op training gaat er ook heel hard aan toe. Dus we hebben ook een aantal IJslanders en die gaan er echt wel stevig tegenaan. Dus maar het is alleen maar beter. Zo. En ook de coaches van IJsland? Bijna heel onze technische staf is van IJsland. Dus dat voel je ook wel, die agressiviteit en zo, dat zit er wel in bij hen. Ja. 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 En wat hoop je nu nog, het is nog een half seizoen, wat hoop je nog te bereiken dit jaar? Ik hoop gewoon dat we toch nog veel dat we punten beginnen pakken, want we staan toch niet goed geclasseerd, vind ik. Dus we moeten zeker top 5 of zo, is toch zeker ons doel. Ja. En misschien wel hoger. En dan nationaal ploeg terug? Ja, klopt. Kwalificatiewedstrijd, daar kijken we ook wel enorm naar uit. Dus terug naar Noorwegen. Ja, dat is al binnenkort, hè. Dat is de eerste verplaatsing. Eerste verplaatsing klopt. Dus hopen dat we daar ook goed gaan doen.
Maar eerst nog Albanië dan daarvoor? Eerst nog Albanië, klopt, ja. Ja. Dat moet kunnen of? Dat moet zeker kunnen, ja. Oké, dan, veel succes nog. Ja, dankjewel.